Goeiedag. Gisteren hadden we het over tweelingstormen. Een bijzonder verschijnsel waarbij twee stormen elkaar in rap tempo opvolgen. Nou, inmiddels ligt die eerste storm achter ons en gaan we ons opmaken voor de tweede storm, die zwaarder gaat uitpakken dan die eerste storm. Nou, wat die storm precies voor ons land gaat betekenen, hoeveel wind we kunnen verwachten en wanneer we de meeste wind kunnen verwachten, daar gaan we in deze video eens uitgebreid bij stilstaan. Die storm gaat namelijk in verschillende fases over ons land trekken. Dat brengt qua weer net even andere dingen met zich mee. Nou, vanavond bevinden we ons eerst nog in een soort van stilte voor de storm. Er ligt een trekrug van hoge druk boven ons land. Dat betekent dat de wind tijdelijk even wat in kracht gaat afnemen. Nou, vanavond hebben we eerst nog wel met een trog te maken boven het zuiden van het land. En dat betekent dat er daar nog wel een aantal buien kunnen ontstaan. Mogelijk ook met hagel en al wat zware windstoten. En dan later in de nacht en morgenochtend krijgen we met het warmtefront te maken. Dat hoort bij die stormdepressie. En daarna komen we in de warme sector terecht. Die zien we hier boven Duitsland te liggen. En in die warme sector, de naam zegt het al, bevindt zich de warme lucht van die stormdepressie. En daarna volgt dan het koufront. Die ligt aan het begin van de middag boven ons land. En als dat koufront eenmaal gaat wegtrekken, dan krijgen we brede opklaring met dus veel ruimte voor de zon. Maar vooral na dat koufront gaat de wind verder aantrekken. Dat koufront gaat in de middag dan naar het noordoosten wegtrekken. Dan zien we die opklaringen verschijnen. Maar dat is dus wel juist de periode waarin we de meeste wind gaan verwachten. Nou, hoeveel wind gaat dat dan bij ons met zich meebrengen? Ik heb hier het Amerikaanse weermodel, het GFS-weermodel. We zien hieronder de legenda met de windschaal van Beaufort. En vrijdagochtend dan is het eerst nog relatief rustig. Dan hebben we met dat warmtefront te maken en die periode met regen. En dat gaat geleidelijk wegtrekken. Dan pas na dat koufront gaat die wind echt verder in kracht toenemen. Maar ook in de ochtend gaat die wind al wel duidelijk te merken zijn. We zien het hier vanuit het zuidwesten gaat die wind steeds meer in kracht toenemen. En dan aan het begin van de middag dan heeft het westen en het noordwesten van het land, ook al delen van het noorden, hebben al met stormkracht 9 te maken. Wat dieper landinwaarts staat dan een harde tot overwegend harde wind, windkracht 7. Nou, en nadat dat koufront eenmaal is weggetrokken, dan gaat die wind echt nog meer in kracht toenemen. En de piek van de wind komt dan vooral boven het noordwesten van het land te liggen. En daar is dan ook kans op die zware of zeer zware storm. Daar hebben we het over windkracht 10 of 11. Vooral in de nacht naar zaterdag gaat het in de Duitse bocht dan ook flink tekeer. We zien daar ook de paarse kleuren, windkracht 11 verschijnen. Dan hebben we het over dus een zeer zware storm. Wat gaat dat qua windstoten betekenen? Ik heb hier het Nederlandse weermodel van eigen bodem, het Harmony weermodel. De windstoten die we bij die storm kunnen verwachten. Vrijdagochtend dus nog relatief rustig. En dan in de loop van de dag gaat die wind steeds verder in kracht toenemen. We zien hier die paarse kleuren verschijnen. En in het begin van de avond, we zien het al, meer dan 130 kilometer per uur mogelijk. En misschien zelfs in het noorden, ten noorden van de Waddeneilanden, dat de wind kan uithalen naar 140 of misschien wel 150 kilometer per uur. Echt ronduit onstuimige omstandigheden. Met dus vooral in het noorden en westen van het land kans op die zware of zeer zware storm. Maar ook dieper landinwaarts gaan we de wind echt merken. Daar komen zware tot zeer zware windstoten voor. Meer dan 100 kilometer per uur, 100 tot 120. En eigenlijk alleen het zuiden van Limburg houdt het iets rustiger. Maar ook daar komen nog zware windstoten voor. In de loop van de avond en in de nacht na zaterdag gaat zich dat geleidelijk dan richting de Duitse bocht verplaatsen. Maar we houden wel nog lange tijd met die zware en zeer zware windstoten te maken. En zaterdagochtend heeft dan ook het Waddengebied nog met die windstoten te maken. Hier nog even het verloop van de storm. We zien hier op donderdag nog de restanten van storm Dudley. Dan krijgen we daarna dus die trekrug van hoge druk. Dan gaat de wind wat afnemen, dat zien we hier ook duidelijk terug. En in de loop van de vrijdag, als dat warmtefront wegtrekt, als vervolgens dat koufront wegtrekt en daarna die piek van de wind, vrijdag later in de middag en aan het begin van de avond en pas in de nacht naar zaterdag gaat de wind dan geleidelijk weer afnemen.
Nou, wat voor impact kunnen we dan verwachten bij de storm? Momenteel is er code oranje uitgegeven voor het hele land, met uitzondering van Limburg. Nou, en met dit soort windstoten, die zware tot zeer zware windstoten en misschien wel die zware storm dus in het noordwesten van het land. Daarmee moeten we echt wel rekening houden met serieuze impact. Denk aan het vliegverkeer, het openbaar vervoer, omgevallen bomen, weggewaaide dakpannen. We gaan echt een zeer onstuimige dag tegemoet. Pas dus morgen goed op als je onderweg bent en wees voorzichtig, want het gaat echt heel erg onstuimig worden. Hoeveel schade kan een zeer zware storm aanrichten? In onze nieuwste video brengen wij het weer voor jou tot leven.